Kitty Cat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. Oudejaarsavond. Het was oudejaarsavond. En de hele familie was bij elkaar om het nieuwe jaar te vieren. Zeg, kittens, vandaag hoeven jullie niet om 9 uur naar bed, maar jullie mogen tot middernacht opblijven voor de jaarwisseling. Jullie mogen vanavond voor het eerst opblijven, net zoals de grote katten. Hoera! Miauw, 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 miauw. Opblijven tot middernacht, oudejaarsavond is een pracht. Het is nieuwjaar als de kleine en de grote wijzer bovenaan staan. Dan hoeven we nu alleen nog maar te wachten. En 5 minuten later... Hoe lang nog tot nieuwjaar? Ik verveel me een beetje, jongens. Dan moeten we iets gaan doen. Zullen we mama gaan helpen? Mama? Mam? Mama, we willen je graag helpen. Oh, bedankt, kleine kittens. Maar ik red dit zelf wel. Oké, dan gaan we papa helpen. Papa, heb je hulp nodig? Dat is lief van jullie, kittens. Maar ik ga alvast het vuurwerk buiten klaarzetten. En dat is geen werk voor kleine kittens, sorry. Zullen we anders dan maar televisie gaan kijken? Dan gaat de tijd waarschijnlijk lekker snel voorbij. Oh, dat is ons lievelingsprogramma. Leuk! En toen sloeg de klok 9 uur. Oh. Hey, niet slapen, pas op. Komt vast door de tv. Wat? Nee, dat is omdat we normaal altijd om 9 uur naar bed gaan. Maar als ik in slaap val, dan mis ik de pret. Hey jongens, we moeten emmers water op ons hoofd zetten. Kijk zo, want met een wiebelige emmer op je hoofd val je niet in slaap. Ja, maar wat als hij toch valt? We mogen niet kleddernat zijn als het nieuwe jaar start. Want hoe je het nieuwe jaar begint, nou, zo blijf je het hele jaar lang. Hey, weet je wat? We gaan lekker naar buiten. Daar is het veel te koud om in slaap te vallen. Maar hoe begin je het nieuwe jaar als je veranderd bent in een ijsblokje? Ik heb een supergoed idee. We kunnen de cadeautjes inpakken die we voor onze vrienden hebben gekocht als nieuwjaarscadeaus. Dan blijven we vast en zeker wakker, jongens. Cadeautjes inpakken kan heel leuk zijn. Maar ook heel erg vermoeiend. Hey, Snoepje, Cookie, Pudding. Het is al bijna middernacht. Oeh. Kijk nou. Een hele berg nieuwjaarscadeautjes. Laat ze maar even lekker verder slapen. Het is wel jammer. Ach, nou ja. We proberen het volgend jaar gewoon weer opnieuw. Gelukkig had Snoepje de wekker gezet, zodat ze nieuwjaar niet zouden missen. Goedemorgen allemaal. Oh nee, we zijn in slaap gevallen en hebben het gemist. Je hebt nog een half uur tot middernacht en je hebt nog niets gemist. Ik ben uitgerust en klaar om te feesten. En 5, 4, 3, 2, 1. En dan gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Miauw, 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 miauw. De vriendjes van de Kitty Cats waren ook opgebleven. Gelukkig nieuwjaar. De kittens gaven elkaar hun cadeautjes. Hey, papa gaat buiten vuurwerk afsteken, jongens. Het eerste grote kattennieuwjaar van de Kitty Cats was een succes. Met vriendjes, vuurwerk en cadeautjes. En de kleine kittens waren helemaal niet moe. Het was een bijzondere dag. Snoepje kreeg van mama en papa haar eerste echte fiets. Verrassing! Hoera! Nu kan ik met jullie meedoen in de grote fietsenrace. Fantastisch! Miauw, 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 miauw! Wacht, ik kan nog helemaal niet op een grote fiets.
grote fiets rijden. Je kunt binnen no time zonder zijwieltjes fietsen. Je broers leren het je wel. Ja! Oh, dit is een makkie. Ja! Snoepje liet vol trots haar nieuwe fiets aan haar vriendje zien. Oh, miauw, Snoepje. Wat lijkt je al groot op je nieuwe fiets. Wat een mooie fiets, Snoepje. Wanneer gaan we beginnen met racen, jongens? Nou, eerst moeten we Snoepje leren fietsen op haar nieuwe fiets. Het is een makkie, Snoepje. Kijk! Cookie reed zo snel dat de arme Snoepje hem maar met moeite kon volgen. Snap je het? Nee. Nou, probeer het toch maar. Oh, het lukt me echt niet. Wacht, ik laat je wel zien hoe je moet fietsen. Pudding deed precies wat Cookie deed, alleen veel langzamer. Snoepje bekeek het allemaal heel aandachtig. Ik denk niet dat ik dit kan. Kijk, zo moet je sturen. Luister, het belangrijkste is dat je heel hard trapt. Ik denk dat evenwicht het belangrijkste is. De fietsspel is ook erg belangrijk, want die klinkt namelijk zo mooi. Snoepje deed haar best om alle adviezen te onthouden. Kom op, Snoepje, je kan het. Tegelijkertijd het stuur goed houden, snel trappen, mijn evenwicht bewaren en de fietsbel gebruiken. Nou, als je bovenop een steile helling begint, dan hoef je niet zo hard te trappen. Maar Cookie, hoe bewaar ik dan mijn evenwicht? Oh. Voor je evenwicht kunnen we hele grote wielen op je fiets zetten. Maar Pudding, is dat niet een beetje gevaarlijk? We kunnen ook een elastiek tussen twee bomen spannen en pieuw! Nee, we binden gewoon wat roze ballonnen aan Snoepjes fiets. Dan houdt ze en haar evenwicht en het ziet er mooi uit. Ik ben bang dat ik het nooit leer. Ah. De vader van Snuffel was er al om de wedstrijd te starten. Wat zou Snoepje doen? Het is tijd voor de start, kleintjes. Dit hier is de startlijn en de finish is daar bij die rode vlag. Wees sportief en veel plezier. Maar ik kan niet. Hoera! Als ik win, dan kom ik terug om met jou te leren. Dat beloof ik. Maar als ik win, dan ben ik degene die het haar leert. Op jullie plaatsen, klaar voor de start. Oh. Ik ga winnen, dus ik leer Snoepje fietsen. Nee, dat doe ik. Oké, geef niet op, Snoepje. Zorg dat je je evenwicht bewaart. En probeer nu te trappen. Evenwicht, trappen, sturen, gebruik je fietsspel. Ja! Ondertussen was er een spannende race gaande. Ik kan het Snoepje veel beter leren. Echt niet. Wow! Wat zien jullie er grappig uit? Zo allemaal op elkaar gestapeld. Na een dramatische botsing is de winnaar Kleine Snoepje. Dat kan toch niet waar zijn? Hey pap, hey mam. Snoepje heeft zichzelf leren fietsen. Het was echt fantastisch. Ze heeft gewonnen van ons allemaal. Klopt. Ik zei toch dat het allemaal goed zou komen. Maar voor ons was het niet goed, want wij hebben verloren. We zijn niet eens gefinished. Dat Snoepje heeft leren fietsen is een grote winst voor het hele gezin. Want dat betekent dat we nu met z'n allen fietstochtjes kunnen maken. Door het park lopen hele mooie routes. Papa had al een route uitgestippeld voor een eerste fietstocht met picknick. Geweldig! En als we samen een grote tocht maken, dan dragen we allemaal deze lichtgevende veiligheidshesjes. Oké! Miauw! Snoepje had dan wel gewonnen, maar nu konden ze fietsen met het hele gezin. En dat was de allermooiste prijs. Ja. De picknick! Het was een prachtige dag, dus besloten mama en papa met Cookie, Snoepje en Pudding te gaan picknicken. De Kitty Cats pakten alles wat ze nodig hadden. Ik ga heel veel zandkastelen bouwen. En ik ga proberen om zoveel mogelijk in de buitenlucht te lezen. En ik ga lekker rennen! Oh, moet je zien, een picknickmand vol lekkers. Een picknick is geen picknick zonder een mand vol lekkers. We moeten goed opletten dat we niemand vergeten. Cookie en jij, Snoepje en Pudding. We gaan picknicken. Oké! Miauw, 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 miauw! We
hebben broodjes en thee. En een picknickkleed mee. Oh, wat is het toch fijn om lekker buiten te zijn. Oh, het is hier prachtig. Hé, waar wachten we nog op? We gaan picknicken. Wacht even, waar is de picknickmand gebleven? Dat weet ik niet. Nog steeds thuis, denk ik. Of misschien zijn we hem verloren. Oh nee, niet onze man met lekkers. Hé, we pakken gewoon het vliegtuig, halen de picknickmand en zoem, we zijn weer terug. Leuk idee, maar Cookie, vliegtuigen kunnen niet landen op een plek met bomen. Wow! Maar dan bestellen we toch gewoon een pizza, mam? Oh, Snoepje. De pizzabezorger bezorgt niet op ergens in het bos vlakbij een soort van meertje. Maar ik weet zeker dat jullie slimme vader er wel iets op weet te verzinnen. Hé, een vishengel. Daar kan ik wel wat lekkers mee vangen. En dan kunnen we gaan picknicken. Terwijl mama en Snoepje op zoek gingen naar takken voor het vuur, gingen papa, Cookie en Pudding vissen. Waar is de vis, papa? Waar is hij? Waar? Vissen is vooral een kwestie van geduld. Papa, Cookie en Pudding waren wel geduldig, maar in het meer zwom gewoon geen vis. Er is hier genoeg hout voor een vuurtje. We hebben alleen een kikker gevangen. En die sprong meteen weer terug in het meer. Wat als we nou eens op zoek gaan naar eten in het bos? Dat is een goed idee. Papa, maak jij het vuur, dan gaan wij op zoek naar paddenstoelen. Oké, volg mij. Tja, we zullen toch iets moeten eten. Pudding keek in zijn paddenstoelengids welke paddenstoelen je kon eten en welke giftig waren. Kijk hoeveel paddenstoelen! Zullen we ze lekker gaan bakken, papa? Ik ben bang dat de lucifers in de picknickmand liggen. Maar we kunnen toch geen rauwe paddenstoelen eten? We wrijven stokjes tegen elkaar. Op die manier maakten ze vroeger vuur. Heb ik gelezen. Wat een goed idee, Pudding. Laten we papa helpen met blazen. Nu loopt onze picknick gelukkig weer volgens plan. Al gaat het niet als gepland, we worden toch nog verwend. Oh, wat is het hier fijn, we zijn blij hier te zijn. De paddenstoelen zijn al bijna klaar. En als dessert, bosbessen, cranberries en frambozen. Terwijl de anderen bezig waren, had mama bessen geplukt. Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Ondanks alle tegenslagen werd het toch nog een fantastische picknick. En iedereen was blij. De vlinder. Op een mooie dag hadden de Kitty Cats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De Kitty Cats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden?
ik denk het. Maar laat er alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Hm. Er was eens een vlinder. Oh! Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Oh! Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Ah. Oh. Oh. Fijn, nu word ik nerveus. Ah. Oh, wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige, mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de Kitty Cats. De eerste keer vliegen. Op een ochtend kwamen papa en mama met spannend nieuws. We gaan morgen met z'n allen een paar dagen op vakantie. En raad eens, kittens, om er te komen gaan we met het vliegtuig. Het vliegtuig? Echt waar? Oh, wow, we zijn nog nooit eerder met het vliegtuig geweest. Hoe gaat dat dan, pap? Nou, we moeten eerst naar het vliegveld. Dat is een soort huis waar alle vliegtuigen wonen. Dan pakken ze al onze bagage. Oh. Oh, hey, stop! En dan controleren ze onze tickets. 1, 2, 3, 4, waar is 5? 5. En daarna stappen we aan boord, stijgen we op en dan vliegen we hoog boven de wolken. Boven de wolken? Gaat die echt zo hoog? Geweldig! Miauw, 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 miauw! De volgende dag namen papa, mama en de Kitty Cats een taxi naar het vliegveld. Schiet op, we mogen niet te laat komen, anders vertrekt hij zonder ons. Ah, oh ja? Als eerste wikkelen we onze koffers in folie. Dan kan er niets met onze koffers gebeuren. Daarna hoeven we alleen de grote koffers in te checken. Pudding, nee. En dan reserveren we onze stoelen. Ik wil een stoel bij het raampje. Nou, ik wil op de bank, veilig bij ons thuis.
eens even kijken. Pudding zit naast Cookie en Snoepje. Deze machine laat zien wat er in onze tassen zit. Ze zoeken naar vloeistoffen, want die mogen niet mee aan boord. Oh, nee? Oh. Hey, die fles mag niet mee in het vliegtuig. Oh, nou, dan ga ik wel weer naar huis. Ja, je kunt hem ook hierop drinken en dan instappen. Schiet op, straks komen we te laat. Goed, en nu opschieten. Nog niet. Ik moet eerst nog naar de wc. Attentie alstublieft. Dit is de laatste oproep voor Cookie, Snoepje, Pudding en hun ouders. Oké, schiet nou op. Wacht op ons. Ik wil niet boven de wolken vliegen. Gaan jullie maar zonder mij. Maar wil je dan niet met ons mee op reis? Jawel, maar ik ben bang om te vliegen. Ik heb een heel goed idee. Wat doen we normaal ook alweer als we bang zijn voor iets, Pudding? We gillen help, 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 help! Nee, we doen onze ogen dicht. En dan zijn we langzaam bang niet meer, toch? Pudding hield zijn ogen dicht. Snoepje en Cookie hielpen Pudding met instappen en het vinden van zijn stoel. Wat zien de wolken er vanuit hier zacht en wollig uit? Huh? Oh, wauw. Dit is helemaal niet eng. Het is eigenlijk ontzettend mooi. Straks komen we langs met wat hapjes en de drankjes. Willen jullie tijdens de vlucht wat stripboeken of tijdschriften om te lezen? Moet je zien. Ik snap niet dat ik bang was om te vliegen, want het is geweldig! Miauw, 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 miauw! Zeg, lieverd, zijn we al hoog in de lucht? Ja, liefje, superhoog. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Zolang hij zijn ogen dicht houdt, gaat het goed. Mijn man houdt niet zo van vliegen. Oh, jee. Komt wel goed, hoor, als je mijn pootje maar goed vasthoudt. De Kitty Cats vonden het heel leuk in het grote vliegtuig. En dappere Pudding was niet meer bang om te vliegen. Op een dag gaven de Kitty Cats en hun vriendjes een circusvoorstelling. Ik ga allemaal stunts doen op mijn fiets. En ik ga kor dansen. Ik ben een clowntje. En ik ga jongleren. En ik ben de goochelaar. En ik ga... ik ga ook kor dansen, denk ik. Maar dat gaat Cupcake al doen. En jullie kunnen niet tegelijk kor dansen op één koord. Dan lopen jullie elkaar in de weg. Snoepje, je zou Vlekje de goochelaar kunnen assisteren. Maar Vlekje wil altijd iedereen bang maken. Ik heb geen zin om torren of andere enge beestjes uit zijn hoed te halen. Wacht, ik weet al wat er nog ontbreekt. Een dierentemmer. Oh, maar dat wil ik wel doen. Dan beginnen we nu direct met repeteren. Onze circusvoorstelling wordt echt geweldig! Miauw, 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 miauw! Als ik dierentemmer wil zijn, dan moet ik wel een dier hebben om te temmen. Vogeltje, spring eens door de hoepel. Maar de vogel was te druk. En spring! De mol was te bang. En de slak was te lui. Oh, kom op. Spring nou toch eens. Zo te zien ben je al volop aan het trainen. Maar niks wat ik probeer wil lukken. Ik ben geen goede dierentemmer. Misschien dat je op mij kunt oefenen. Papa wilde voor het circusoptreden van Snoepje wel net doen alsof hij een wild dier was. Raar, raar! Kom,
Spring maar door de hoep, leeuwenpapa. Leeuwtje, hup! Hey, waarom luister je niet naar mij? Ik ben de leeuwentemmer. Hup! Loop niet weg. Je luistert naar wat ik zeg of ik zet je in de hoek. Hey, ik heb je nodig voor mijn optreden. Oh! Oh! Oh, zit hier ergens een wild beest verstopt? Hij is veel te wild, mama. Hij loopt steeds weer bij me vandaan. Waarom probeer je niet vriendjes met hem te worden? Maar hoe? Hij begrijpt niet eens wat ik zeg. Nou, er zijn twee dingen die hij zeker begrijpt. Liefde en aandacht. Hup. Ik heb een goed idee. Ik laat het wilde dier zien dat ik van hem hou en ik geef hem aandacht. En spring! Na wat liefde en aandacht begon papa door de hoepel te springen. En al gauw was hun circusnummer klaar. Wow! Zo had papa Snoepje laten zien dat je iemand het beste iets kunt leren met liefde en aandacht. De kunstgalerie. De Kitty Cats hadden net flinke trek gekregen van het buitenspelen toen ze Carrie tegenkwamen. Hallo Carrie. Oh, hoi. Wat ben je aan het eten? Het lekkerste sushi uit de wereldgeschiedenis. Oh, wauw. Mogen wij drieën er ook een stukje van proeven? Dacht het niet. Als jullie ook willen, dan kopen jullie ze zelf maar. Ze verkopen ze bij dat nieuwe koffietentje. Weet je wel, dat kleine tentje in de grote kunstgalerie? Een koffietentje in de kunstgalerie? Weet jij hoe we daar kunnen komen? Eerst ga je rechtdoor, voor bij de vierkante kat. Verder rechtdoor tot de schreeuwende kat. Dan rechtsaf tot de lachende kat. Dan staat er een beeld. De denkende kat. Recht daarachter staat het koffietentje. En in het koffietentje hebben ze de soesjes. Dat sloeg nergens op. Welke vierkante kat? Ik begrijp het niet, maar ik heb het wel onthouden. We gaan gauw naar huis en tekenen een kaart van de route. De Kitty Cats vonden het heel spannend om een kaart te maken voor zo'n lekkere schat. Hey, mam! Mogen we naar de grote kunstgalerie, alsjeblieft? Oh, wat fijn dat jullie lieverds interesse hebben gekregen in kunst. Maar ik ben nu even druk bezig in de keuken. Vraag papa maar. Ik weet zeker dat hij het wel leuk vindt. Zei mama dat? Luister, ik ben net zo druk als jullie mama. Maar als het om de kunst gaat, nou, dan kan dit wel wachten. Dus gaan we nu direct naar de kunstgalerie. Hoera! Miauw, 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 miauw! De galerie was heel groot en er hingen heel veel schilderijen. Oké, katjes, ik vertel jullie alles over de kunst. Hier hangen de klassiekers, zoals, Hey, de vierkante kat, kijk! Kom mee! Hij is echt heel grappig! Juist, dit is de kat met de parel door Andy Haarbal. Huh? Oeh, dat is een meesterwerk. En nu de schreeuwende kat. Kijk daar! Oh, dat is ook een beroemd schilderij. Het heet Kattengejank. Oh, kijk, daar is de lachende kat. Huh? Ah, dat is de Miauw-Nou Lisa. Wacht. Dan is dat daar de denkende kat. Huh? Hey, kijk! De soesjes! Papa, wil jij alsjeblieft wat lekkere soesjes voor ons kopen? Ah, is dat soms de reden dat we hier zijn?
Carrie had gelijk. Dit is het lekkerste soesje van de wereld. Dit is wat je noemt een meesterwerk. Ze gebruiken toevallig wel mijn soesjesrecept. Wil je ze dan straks ook thuis voor ons maken? Ik denk het niet. Ik heb nog werk liggen. Nu ben ik met jullie naar de galerie geweest, terwijl jullie eigenlijk naar de bakker wilden. Nou, jullie hebben wat jullie willen. We gaan. Jammer dat papa geen soesjes voor ons wil maken. Want ze zijn echt heel goed. Inderdaad, maar dat was de schreeuwende kat ook. Ik vond de lachende kat mooi. Ik vond de vierkante kat juist gaaf. Maar papa denkt nu dat we de schilderijen niet mooi vonden. Ik heb een supergoed idee. We maken alle drie een schilderij voor hem. Dan weet papa dat ons uitje naar de galerie niet voor niks was. En zo waren de Kitty Cats ineens hardwerkende kunstenaars. Hè? Hey lieverds, wat zijn jullie aan het doen? Oh, maar dat is prachtig. Hey, als we ze ophangen, hebben jullie een eigen galerie. Lieve kittens, als jullie eens wisten hoe ik van jullie schilderijen geniet. En ik denk dat ik jullie hiermee wel kan bedanken. Soesjes! De kittens vonden de soesjes van papa een groot meesterwerk. Nu is het hier net een grote, hippe kunstgalerie. Met mooie kunst en een eerste klas koffietentje. Hop. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De soesjes van papa waren een succes. En iedereen was het erover eens dat de kunstgalerie van de Kitty Cats bijna net zo goed was als de echte. Kitty TV. Op een dag wachten de kittens vol spanning op papa met de nieuwe televisie. Want de oude televisie was stuk. Kijk eens, kittens. Hier is onze nieuwe televisie. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Zo. En klaar. Zet hem maar aan. Mag ik het doen? Mag ik het doen? Wat zegt hij nou? Hé, hey, zet het geluid eens wat harder. Ja, dat probeer ik. Het geluid doet het niet. Dan moeten we hem maar weer terugbrengen naar de winkel. Hij is nieuw, ze ruilen hem vast wel om. We hoeven hem niet te ruilen, hoor. Ik repareer hem gewoon zelf. Ik pak even mijn gereedschap, oké? Hey, moet je zien! Ik ben op tv, jongens! Mama, papa, hoi! Oké. En nu zou je het weer prima moeten doen. Wow, onze papa is zo slim. Hij kan zelfs een tv maken. Dat is niet best, pap. Hé, dat is raar. Ik breng hem wel even terug naar de winkel. Ik weet het ook niet meer. Is al best wel lang weg. Wat als de televisiedokter hem ook niet kan repareren? Oh, het spijt me, maar we kunnen niets meer voor hem doen. Misschien moet de televisie wel een tijdje in het verband. Wanneer is hij nou weer beter? Zo kunnen we toch niks kijken? Wat als hij terugkomt uit de winkel en het nog steeds niet doet, jongens? Wat als het beeld vastloopt? Ik, de grote Sherlock Holmes, weet wie achter deze misdaad zit. Het is namelijk... Nee, wacht. Wie is het? Wie? Of dat hij uit zichzelf uitgaat. En we zitten in de laatste minuut van deze spannende wedstrijd. De spits rent naar de bal. Schiet! Nee, dat meen je niet. Papa! Maar papa, waar is de tv? Komt in orde, kittens. Er is een klein dingetje stuk, maar ze gaan hem repareren en morgen is hij weer klaar. Hé, wat? Morgen pas?
Maar dat duurt echt nog eeuwen. Ja, dan zijn we al oud en grijs. Wow, een hele dag zonder tv? Oh, ik mis onze tv. Ik weet wat we kunnen doen. We gaan de programma's die we leuk vinden op tv gewoon zelf naspelen. Als we dat doen, dan hoeven we ons niet te vervelen. Hoera! Miwauw, 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 miwauw! Attentie alstublieft, het programma begint. Cookie presenteerde een heel leuk sportprogramma. En Pudding presenteerde het weer. En daarna was er een prachtig concert. Ze lieten zelfs nog een paar spannende films zien. De Kitty Cats vermaakten elkaar die dag met hun zelfgemaakte programma's. Ze beleefden ontzettend veel plezier aan hun nieuwe zender, Kitty TV. Griezelkatjes! Het was de Kitty Cats hun jaarlijkse griezelnacht. Een enthousiaste Cookie, Snoepje en Pudding hadden zich verkleed en probeerden elkaar bang te maken. Ik ben verkleed als monster! En ik als een kleine heks. En ik ga als, als een skelet. Kijk. Geweldig! Miwauw, 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 miwauw! Woe! Zijn jullie bang? Lieve help, jullie zijn zo eng, nu ben ik een bange poes. Mama heeft gelijk. Wat zien jullie er eng uit, zeg. Wij hebben papa en mama laten schrikken. Maar wie gaat ons nu laten schrikken? Niemand kan ons laten schrikken. Wij zijn veel te stoer. Zullen we anders onze vrienden uitnodigen? Misschien kunnen zij ons laten schrikken. De eerste griezelige vriendin was Cupcake. Oké, Cupcake, kom maar. Ik ben Cupcake niet. Ik ben prinses Spinnencupcake. Cupcake is nou niet wat je noemt griezelig. Ach ja, maar ik ben in ieder geval wel mooi. De volgende griezelige vriend was Vlekje. Hij laat anderen graag schrikken. Oeh, ik ben een eng nachtdier. Test, test. Ik ben een hele enge vampier. Sorry, Vlekje, maar we zijn nog niet bang. Ik ben bang dat niemand ons bang kan maken. En, hebben jullie een beetje een leuke griezelnacht? Nee, we zijn nog helemaal niet bang. Helemaal niet bang, hè? Okidoki. Nou, wij gaan even tuineren. Ondertussen kunnen jullie mooi het huis versieren. Met allemaal griezeldingen. Dan hebben we dus griezelige versieringen nodig. De katjes en hun vrienden gingen enthousiast aan het werk. Cookie tekende enge monstergezichten. Cupcake knipte papieren spinnen. En de anderen maakten spoken en vleermuizen van vloeipapier. Ik tel tot drie en dan kijken we samen hoe eng het eruit ziet. 1, 2, 3. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Weet ik, maar het hoort juist griezelig te zijn. Wat als we elkaar nou enge verhalen gaan vertellen? Vampier Vlekje kent heel veel enge verhalen. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Nee, nog steeds niet bang. Ik weet hoe we het eng kunnen maken. Niet slecht. Oké. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Stop maar, ik ben bang. Maar ik niet. Vlekje heeft nog niks engs verteld. Snoepje, hoe deed jij vanaf hier het licht in de gang uit? Dat deed ik niet. Oh nee. Dan is er daar dus iemand. Misschien was het gewoon de wind. Of het zou ook misschien een spook kunnen zijn. Of een grote zwarte vleermuis. Nou, wat het ook mag zijn, ik weet wel hoe ik ze aan moet pakken. Cookie had een goed idee. Hup, Cookie, wat ben je toch stoer. Ah! Jongens, het zijn twee vleermuizen nog groter dan wij. Ah! Hé, jongens,
Zei iemand daar iets over grote vleermuizen? Boe! Lieten we jullie schrikken? Ja. Je had gelijk, Cookie. Die vleermuizen zijn inderdaad groter dan wij. Jullie kostuums zijn echt fantastisch. Jullie zijn net echte vleermuizen. Jongens, wat hebben jullie het hier ontzettend mooi versierd. Het is zelfs zo mooi dat je er bang van wordt. Zijn jullie klaar voor een verrassing? Snoepje, het licht uit. Wat zou het toch zijn? Wow! Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Papa's griezelnachtcake bleek griezelig lekker te zijn. En zo werd het voor de Kitty Cats een heerlijke griezelnacht met familie en vrienden. De kerstman en de wintervee. Op een winterochtend keken de Kitty Cats door het raam naar buiten. De sneeuw is zowat gesmolten en het is al bijna kerst. Komt de kerstman nog wel als er helemaal geen sneeuw meer ligt? Nou, dan zorgt de wintervee daar wel voor. De kerstman en de wintervee hebben nog een hoop te doen voordat het kerstfeest is. Dan moeten we ze bij ons uitnodigen, mam. Dan kunnen ze lekker uitrusten en daarna sneeuw en cadeautjes maken. Geweldig! We vragen de kerstman en de wintervee op visite. Oh, wat lief van jullie kleine schatten. Papa en ik sturen wel een uitnodiging. Juist. Ja, weet je wat? Ik bel ze direct even. Miauw. Miauw. Het antwoord apparaat van de kerstman. Het spijt ons. Iedereen is druk met de cadeautjes en de sneeuw. Belt u straks nog eens. Fijne feestdagen en een dikke knuffel. Het antwoord apparaat. Het klinkt alsof ze nogal druk zijn. Kom op, vertel. Komen de wintervee en de kerstman bij ons langs? Nou, Ja, ze komen strakjes. Allebei. Vanavond. Hoera! Miauw, 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 miauw! Als we ze niet te pakken krijgen, dan verkleden wij onszelf al als de wintervee en de kerstman. Wat een goed idee, lieveling. Dan hebben we wel kostuums nodig. Oh! Maar de kostuums waren al bijna uitverkocht. Ik ben bang dat dit kostuum mij iets te klein is. En dat daar lijkt me veel te groot voor mij. Dit kan lastig worden. De Kitty Cats keken vol verwachting uit naar de kerstman en de wintervee. Hoera! Oh. 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 Ho, ho. Ho, ho, ho. Miauw, kleine kittens. De wintervee is in het echt veel groter. Tja, maar ik ben dan ook dol op feestelijke etentjes. Oh, dat is onze papa ook. Hé, je lacht ook net als onze papa. Nou, op de Noordpool waar wij vandaan komen, lacht iedereen op die manier. Zullen we gezellig een kopje thee drinken? Doe voorzichtig, het is heet. Waarom klinkt de kerstman zijn stem net als die van mama? Oh, dat is omdat de kerstman veel meer van koude drankjes houdt. Van warmte gaat zijn stem omhoog. En dan doen we nu samen de sneeuwdans. Hebben jullie daar een beetje zin in? De sneeuwdans, ja! Want dan begint het weer te sneeuwen. Zo te zien hebben ze niks door. Ze hebben ons niet herkend, liever. Je ziet er goed uit met die vlecht. Laat je haar maar groeien. Hé, hey, kerstman. U danst alsof u borden vol energie zit. Zo te zien bent u weer helemaal uitgerust. Betekent dat u nu ook weer de energie heeft om het buiten te laten sneeuwen? Sneeuwen? Oh. Ga weg, Bart. Hey, dat is gewoon onze papa. Ja, en dat is gewoon onze mama. Ik wist al de hele tijd dat jullie het waren. Maar waarom zijn jullie verkleed als de kerstman en de wintervee? De echte kerstman en wintervee waren te druk om vanavond langs te komen. Ik vind jullie de beste kerstman en de beste wintervee ooit. Jongens, kijk! Het begint te sneeuwen! Dus daarom hadden de kerstman en de wintervee het vanavond zo druk. Ze waren verse sneeuw aan het maken. Geweldig! Miauw, 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 miauw!
kittens. Luister eens, de kerstmama. En papa de wintervee hebben misschien nog wat cadeautjes voor jullie bij zich. Papa en mama hadden wat kleine cadeautjes voor de kittens meegebracht. Ze pakten hun pakjes uit, terwijl de sneeuw buiten zorgde voor een winters landschap. Het kookprogramma. Op een ochtend stonden de Kittycats fanatiek mee te doen met een van mama's trainingsprogramma's. Het ontbijt is klaar. Joehoe! Krijgen we alweer, pap? Dat krijgen we elke dag al als ontbijt. Straks komt de pap nog uit mijn oren. Pap is goed voor jullie kinderen. Eten jullie je bordje leeg? Dan ren ik nog even naar de winkel voor een lekker tussendoortje. Hey daar, wil je alleen nog maar lekkere dingen eten? Lekkere maaltijden waar iedereen van geniet? Kijk dan voortaan naar Kater's kookprogramma. Wow! Jongens, we moeten zelf een kookprogramma beginnen. Ja, dan maken we het lekkerste ontbijt wat er bestaat. En geven dat aan papa en mama. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En dus pakten de Kittycats hun favoriete eten uit de koelkast. Wat voor ontbijtje zullen we maken? We maken een soort kleine taartjes, met jam erin. Maar om taartjes te maken moet je deeg maken en rollen en zo. En wij weten helemaal niets. Hoe dat moet. Nou, dan maken we toch lekker een soort worstenkoekjes. Maar we mogen niet aan de oven komen en we weten ook niet hoe die werkt. Vergeleken met dit is pap nog best wel lekker. Als we niet kunnen koken, dan is een kookprogramma niets voor ons. Nou ja, ik bedoel alleen... Ik heb een heel goed idee. We maken een salade. Dan hoef je alleen maar verschillende dingen bij elkaar in de kom te doen, toch? Ja! Dus maakten de Kittycats een salade van kaas, vis, room, jam en fruit. Oh, wat zijn jullie daar aan het doen? Mama, we maken ons eigen kookprogramma. We maken de lekkerste salade uit de geschiedenis van de hele wereld. Je bent precies op tijd voor het moment waarop we het gerecht gaan proeven. Interessant. Verontrustend, maar interessant. Papa was precies op tijd wakker. Goedemorgen allemaal. Oeh, dat ziet er lekker uit. We zitten in een speciaal kookprogramma van onze kittens. Welkom, lieve kijkers. Vandaag de salade à la Kittycats. Niet zo gek voor een eerste poging, hè? Maar waar zijn we nu aan het eten eigenlijk? Dit is vreselijk. Vreselijk is zacht uitgedrukt. Maar hoe kan het dat onze salade zo vies is? Alle ingrediënten zijn juist super lekker. Vis en suiker, room en banaan. Ja, en augurken en worst en ketchup en jam. En lekker veel van mijn lievelingskaas. Nou, het is in ieder geval een bijzondere salade. Mengen is goed, maar belangrijk is dat je dingen uitzoekt die goed bij elkaar passen. Jullie hebben nu geleerd dat je niet zomaar alles bij elkaar kunt doen wat je lekker vindt. Ik heb een idee. Waarom eten we niet gewoon een lekker bordje pap? Ja, ik lust ook wel een bordje pap. Ja, van je eigen kookprogramma maken krijg je echt heel veel trek. De pap komt er zo aan. Eerst ruim ik dit even op. Welkom, lieve kijkers. Vandaag onze speciale pap voor vijf. En kijk eens, we hebben hier lekkere jam, honing, rozijnen, noten en zongedroogd fruit wat je toe kunt voegen en wat het nog lekkerder maakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! En zo werd pap ineens een verrukkelijk ontbijt en maakte de Kittycats van hun pap een bijzondere lekkernij.